Goedenavond allemaal en welkom bij de webinar Ter Zake met Vectovist, Vraag maar raak. Het is vandaag zondag 29 mei. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met de eerste mail te behandelen die ik mocht ontvangen. En dat is een mail van Karel. Karel is een trouwe bezoeker van de workshops in Geel. En Karel schrijft: Dag Tom, mag ik nog twee vragen stellen? Eén, als heel voorzichtige belegger ben ik nog steeds lerende. Ik tracht dan ook mijn keuzes te beperken tot aandelen met een hoge marktkap, een mooie lineaire koersgrafiek en die op 5 jaar een hoge relative safety en een hoge relative safe, value aanhouden. Aandelen die zelden op sell gaan, maximaal 3 keer de winstverwachting nog misten, dus via seeking alpha inderdaad, en aan een redelijke price earning noteren. Zo kwam ik in het verleden aan aandelen als Microsoft, Thermo Fisher, United Health, Apple, ASML, Accenture, Home Depot. Bij de dalingen van de laatste maanden ben ik in de markt gebleven en ben ik benieuwd hoe deze aandelen zullen hernemen als de markt terug aantrekt. Is er nog een factor, zijn er nog criteria, die mijn voorzichtige werkwijze nog zouden aanvullen of vervolledigen? Wel, beste Karel, we gaan een paar dingen doen. Ik ga eens die aandelen bekijken die u heeft doorgegeven. Dus ik zie Microsoft, Thermo, United Health. We gaan die eens ingeven, hè. Thermo. United Health. Ik had gezien Accenture, Apple. Dan waren er nog 2, Home Depot, dacht ik. Microsoft, Thermo, United Health, Apple, Accenture, dan nog ASML en Home Depot. Wow. Dat is de stand van zaken op 27 mei. Deze 7 aandelen. Ik had ze misschien beter in een watchlist gezet, want dan heb je het gemiddelde. Ik ga ze misschien even... wacht, hè. Ik ga misschien laten zien ineens hoe dat je aandelen in een watchlist zet. Bijvoorbeeld deze aandelen, rechtermuisknop, add to watchlist. En dan gaan we hier bij my watchlist, ga ik bijvoorbeeld een nieuwe toevoegen. Nieuw watchlist, Karel. Tests. Voilà. En dan doe ik oké. En dan gaat u zien dat deze 7 aandelen automatisch in de watchlist komen. Voilà. Hier zijn ze. Wat heeft dat als voordeel? Dat zie je hier in de watchlist staan, dat we onderaan een watchlist average hebben. En we zien een relative value 1,24 gemiddeld, een safety 1,30 gemiddeld. Dat maakt, als dit uw portefeuille is, dat je een voorzichtige belegger bent. Voorzichtige beleggers die gaan van RV's en RS'en hoger dan 1. Nu, we gaan eens kijken. Dit jaar hebben natuurlijk de relative safety aandelen het wel wat moeilijk. Dat is een beetje een understatement. Als we eens gaan kijken dit jaar, is dat niet al te fameus. Dit jaar staan die op min 18%, de S&P op min 12,7%. Nu, als we eens gaan kijken naar bijvoorbeeld januari 2021, dus een jaar en 5 maanden, dan zien we dat we deze aandelen 10% beter doen dan de S&P. En zo kan u dat altijd verder gaan terugkijken, hè. En waar ik eigenlijk toe wil komen, ga ik zo dadelijk zeggen. Op 2,5 jaar... 70% versus 27% op 3 jaar. Zo kan je dus altijd via quicktest je aandelen gaan vergelijken met bijvoorbeeld de S&P. Kijk, op 3 jaar en 5 maanden is dat 169% tegen 65%. Als we zo bijvoorbeeld teruggaan, 2010 bijvoorbeeld. Dat is dan 11,5 jaar, hè. 1196%, S&P plus 267%. Pak nu sinds de eeuwwisseling tot vandaag 4661%.
Tegen 152%. Nu, dit is wel de Vectovest Composites, omdat ik het niet kan vergelijken met de S&P sinds 2000 tot nu. Dus dat is wel versus de Vectovest Composites. dus dat wil zeggen dat je echt wel... Dit zijn echt wel schitterende aandelen. De minst presterende zijn Home Depot. Zie ik hier. En dan de Microsoft. En dan ja, United Health is gigantisch. Apple is ook gigantisch. Nu, dat is natuurlijk het verleden. Ze voldoen aan veel parameters die ik zelf belangrijk vind. Hoge RV, hoge RS. Je kan dat dan via sites als Seeking Alpha gaan checken. Oké, bijvoorbeeld... Een van die aandelen was Thermo Fisher. Geef bovenaan een ticker in. De aandeel komt tevoorschijn. U gaat naar earnings. En dan earnings history. En dan zie je hier beat, miss. En dat mag volgens Karel Max 3 keer onder de lat zijn gegaan. Dus dat zijn inderdaad allemaal belangrijke zaken. Hoge RV, hoge RS. Zelden op sell. 3 keer de analistenverwachtingen missen. En dan een redelijke price-earning noteren. Nu, dit jaar, dat zeg ik ook in de workshops, hebben de RS-aandelen het moeilijk. Maar ik zeg ook altijd al jaren, RS-aandelen die outperformen vaak de index, zeker bij zijwaarts bewegende beurzen, bij stijgende beurzen. Maar bij dalende beurzen gaan die aandelen natuurlijk mee onderuit. En vaak aandelen waar mensen, veel beleggers, veel winst op hebben, die krijgen dan ook vaak iets meer ja, tikken in neergaande beurzen om dan nadien bij stijgende beurzen terug te hervatten. Natuurlijk, het probleem was, veel technologie heeft dan extra klappen gekregen omwille van de waardering, maar hier is de waardering wel redelijk. En verre van goedkoop, verre van. Een Accenture op 5 jaar bijvoorbeeld is nog altijd aan de dure kant. Maar, even Accenture op 5 jaar zitten en dan ga je dat zien. Stoploss afzetten en price earning. Price earning is nu 28, maar komt van 40. Maar op 5 jaar, die 28 is nog altijd aan een dure kant. Dus ik, ja, een beetje zal afhangen van de lange termijnrente. En van de beurzen. Afgelopen jaren met de lage termijnrente keek bijna niemand nog naar de waardering. Maar nu is dat natuurlijk een ander verhaal. Dus veel zal afhangen wat doen de beurzen. Nu, uw criteria. Want daar gaat uw vraag natuurlijk over. Uw criteria, die zijn goed. Er zijn nog een paar zaken waar ik naar zou kijken. Dus bijvoorbeeld de EPS. De evolutie van de EPS vind ik ook altijd heel belangrijk. De EPS die wij gebruiken, is de leading 12-month EPS. Ik zet die grafiek dan ook altijd op 5 jaar. En dan moet eigenlijk, ja... mooi recht daarboven zijn. Ik wil daar niet te veel knikjes in hebben. Waar ga je veel knikjes in hebben? Bijvoorbeeld bij cyclische aandelen. Die gaan nu natuurlijk door het dak. Het laatste jaar, het laatste 2 jaar, maar op 5 jaar is dat natuurlijk, en zeker op 10 jaar, is dat een heel ander verhaal. Cyclische aandelen, een beetje opletten. Afhankelijk van hoe dat de economie zal evolueren. Velen verwachten toch wel een recessie. En dan is toch, ja, als de economie gaat stilvallen... De vraag naar grondstoffen, dus dat is natuurlijk de grote vraag van 1 miljoen. Hè. Komt die recessie er of niet? Ik denk dat nogal, ja, het ziet er wel uit dat die er echt wel gaat komen. De vraag is, en dat zou een ramp zijn mochten we daar naartoe gaan, dat is stagflatie. Hoge inflatie met een stagnerende economie. Maar goed, dat zal de toekomst uitwijzen. Je ziet hier dat bij deze meeste aandelen dat de EPS mooi, mooi blijft stijgen. Hier met Microsoft, dat is fantastisch. Nu, Karel, ik denk dat je goed gekeken hebt naar deze webinar en die wou ik toch eens laten zien. Als u op vectovest.be gaat, u klikt op leren beleggen en vervolgens op universiteit. Je moet dan even inloggen, want dat is alleen voor abonnees van Vectovest. En dan moet je scrollen. Scrollen naar beneden naar de workshop van oktober vorig jaar. En die staat hier. De workshop van oktober vorig jaar. Hoe kwaliteitsaandelen herkennen met Vectovest. Alle stappen om tot een selectie kwaliteitsaandelen te komen. Daarover loop ik ze. Ik denk dat er 7 zijn. En je hebt hem meestal opgesomd. Hè. Je sorteert heel de database op Relative Safety.
Je kijkt liefst aandelen die al 5 jaar een hoge RV en een hoge relative safety hebben. Je kijkt naar de EPS, je kijkt naar de earnings via Seeking Alpha, je kijkt naar aandelen die zelden op sell springen. En dan kom je echt wel tot een hele mooie selectie. Je kunt nog verder gaan kijken. Bijvoorbeeld net profit margin, evolutie van de net profit margin. Even EPS afzetten. Dat is natuurlijk ook positief. Als die net profit margin mooi blijft stijgen. Return on invested capital zit niet in Vectovist. Als je dat kan bekijken, ook altijd zeer nuttig. Dus nog een paar fundamentele zaken extra zou je kunnen nakijken. Maar weet, 2020, dat dat soort aandelen dat die mee onderuit gaan. En ik ga dat toch nog even illustreren. Kijk goed. Ik heb laten zien, wat hebben ze het laatste jaar gedaan? Wat hebben ze de laatste 2, 3, laatste 10, laatste 20 jaar gedaan? Maar ik wil u ook dit laten zien. Wat hebben ze in 2008 gedaan? Deze aandelen, deze selectie aandelen. En dat is de reden dat ik weet van, het zijn heel mooie aandelen, maar ik weet ook, gaan we naar een bedemarkt? Nasdaq zit er in. S&P zat er bijna in. En dan hebben we een zeer sterke rally gekend deze week. Maar ik weet het dus, als we naar een bedemarkt zouden gaan, dat die heel zwaar onderuit gaan. Kijk goed. Van 2 januari 2008 tot 31 december 2008. United held min 53%. Home Depot hield heel goed stand. Apple min 56%. ASML min 40%. Thermo net geen min 39%. Microsoft min 44%. Dus, Karel, omdat ik lees, ik ben in de markt gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat dit een portefeuille is met kwaliteitsaandelen. Maar twee vragen, hè. Hoe gaan de beurzen evolueren? Gaan we echt naar een zware bedemarkt of een langdurige bedemarkt? Zo eentje die 18 maanden duurt, zoals 2007 tot 2009. Dat is natuurlijk geen dolle pret voor beleggers. Iedere keer dat je denkt, we zijn er vanaf, dan krijg je zo'n rally zoals deze week. En dan ga je daarna terug naar beneden. En dan wordt uw zenuwen getest. En de vraag is, hebben we het nu gehad? Of zijn we onderweg, zijn we bezig aan een langdurige bedemarkt? Dus ik wil één ding zeggen. Gaan we naar een bedemarkt, dan gaan deze aandelen allemaal nog extra kloppen krijgen. Hebben we het nu gehad en gaan de beurzen terug consolideren, aantrekken, dan denk ik dat je heel mooie aandelen in portefeuille hebt. Hier, zijn er nog criteria die mijn voorzichtige werkwijze zou kunnen aanvullen en vervolledigen? Ik zou dus zeggen, kijk eens naar die online workshop van oktober vorig jaar en daar laat ik u echt alle stappen zien. Karel zegt ook, buiten groeiaandelen beleg ik ook in ETF's. Kan men in Vectovist deze ook grafisch vergelijken zoals je doet met aandelen via Graphs Performance? Het gaat over volgende ETF's. Wel, absoluut. Dit zijn ETF's die in Europa noteren, CSPX. Dus we gaan naar Vectovist Europa. CSPX. MSCI Europe. Dan EMIM. Emerging Markets. En tot slot WQ. Dividend World Club. Voilà. Ik heb die hier nu in de stockviewer gezet. Ik ben een beetje verstrooid, want ik had ze natuurlijk via Graphs Performance moeten hebben. Dus ik kan opnieuw beginnen. Excuses. Dus je gaat naar Graphs, niet stock, maar gewoon performance. Daar kan u niet alleen aandelen gaan geven, maar dus ook ETF's. Dat was de vierde weer. Voilà. En dan kan je ze gaan vergelijken.
De vergelijkingsbasis, ja, standaard zat dat bij u op 1 jaar. Ik heb dat bij mij veranderd naar 2 jaar. We gaan eens kijken. Hè. De groene is de S&P, dividends en de EMIM. En dan kan je dat gaan zien natuurlijk. Die witte is nog maar sinds september vorig jaar zit die ETF er nog maar in. Dus als je het vanaf hier doet, ga je daar... Zo dan. Zo kan je het dan vergelijken. Maar je kan op kiezen op 5 jaar. Weet goed, als je op 5 jaar klikt, dat je de week-grafiek krijgt. Dan krijg je hier weekly. Kan je veranderen door end of day 7 years bijvoorbeeld. Voilà. Maar natuurlijk, die paarse is nog maar sinds april 2020. De witte nog maar sinds september vorig jaar. En de rode en de groene zijn natuurlijk al langer in Vectovest. Wat je ook altijd kan doen, is quicktesten. Als je wilt gaan kijken, de laatste 6 maanden, ik zeg maar ietsje. Van 27 november vorig jaar. Tot nu. En dan quicktest. Dus je kan het zo gaan bekijken. Via een quicktest kan je de rendementen vergelijken. Ofwel. Via graph. Performance. Allee. Voilà. Graph performance. Oké. Dus ik hoop dat dat een antwoord was op uw vraag, Karel. Gaan we naar de volgende vraag. Dat is een vraag van Erik. Waren er technische signalen die de val van Target konden voorspellen? DPO onder nul, andere indicatoren, de tegenvallende resultaten van Walmart. Wel, Target heeft inderdaad een gigantisch pak slaag gekregen. Scan aan stockviewer. Clear. En dan gaan we Target erbij zetten. Er waren, omdat je zegt puur technisch, een paar waarschuwingssignalen. Ik ga zeggen, diegene die Vectovest geeft, is, we gaan de koers op 1 jaar zetten, op 6 maanden. Het eerste waarschuwingssignaal dat Vectovest geeft, is als de RT onder de 1 gaat. Dus hier is dat een hele tijd het geval. U ziet hier ook duidelijk een neergaande trend. We gaan hier van 246 naar een low van 184 om dan terug te beginnen stijgen. En hier zie je heel die tijd die RT onder de 1 zit. Maar dan, gap naar omhoog. Het aandeel springt uiteindelijk ook op buy. Stijgende trend. De RT blijft ook voortdurend boven de 1. Op hier 2 keer een paar dagen na. En dan hier springt het op hold. En dan krijgen we met de klap naar beneden een sell. Dus vlak voor de klap had het aandeel een negatieve RT. Een RT onder de 1. Dus dat is eigenlijk een eerste waarschuwingssignaal. De stoploss, dat is Vectovest zegt, negeer een stoploss op eigen risico. Maar een van de waarschuwingssignalen voor de stoploss is als het aandeel de RT onder de 1 gaat. Wat is een tweede waarschuwingssignaal? Dat is dat de koers onder het 40-daags SMA gaat. Ik heb nu toevallig het 50-daags SMA staan. Ik kan dat veranderen. Naar 40. En Vectovest zegt, als de koers onder een 40-daags SMA gaat... Ook dat is een waarschuwingssignaal dat het momentum neerwaarts is. U spreekt zelf, ik ga het even terug aanpassen naar 50. U spreekt zelf over de DPO. Hoe kan u die erbij zetten? Wel, graph layout, ProTrader Timing DEW. En dan zien we hier vlak voor de crash. Vlak voor de crash zat de DPO al serieus negatief. Min 18. Dus DPO is een oscillator, dit is een neutrale nulgrens. Dus die zat al wel heel zwak op min 18. Het zijn natuurlijk een aantal technische signalen, maar de reden van de daling was natuurlijk de kwartaalresultaten. Want u schrijft dan ook...
Ik dacht dat retail inflatiebestendig was. Ik ben eens gaan kijken en voor de kwartaalresultaten van Target, de winst per aandeel lag onder de consensus van analisten. En het nieuws dat het bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal onder de verwachtingen lag vanwege de hoge kosten. Het bedrijfsresultaat daalde van 2,4 miljard naar 1,3 miljard. Dat is aanzienlijk, voornamelijk te wijten aan de daling van de bruto marge tijdens het kwartaal. De bruto marge daalde tot 25,7%, terwijl deze vorig jaar nog 30% bedroeg. Oorzaak zijn kosten in verband met vracht, verstoringen van de toeleveringsketen en hogere vergoedingen voor meer personeelsleden in de distributieketen. Gedurende het afgelopen kwartaal werden we geconfronteerd met onverwachte hoge kosten, veroorzaakt door een aantal factoren, wat resulteerde in een winstgevendheid die ver onder onze verwachtingen bleef, merkte CEO Brian Cornell op. Retail zou zijn hogere kosten natuurlijk kunnen moeten doorrekenen, maar als dat niet gebeurd is, dan kan je ja, dit soort fratsen krijgen. De stoploss is nu overschreden, maar op lange termijn zou Target toch moeten toegroeien naar de berekende value. Dus toch nog oké voor de lange termijn, vraagt Erik. Nu, u verwees er al naar, Erik, naar retail. Retail was zeer spectaculair de laatste 2 weken. Bijvoorbeeld dit, Walmart. Daar is het eigenlijk mee begonnen, met de cijfers van Walmart. Hier, gap naar beneden. Kletsen op, inderdaad, earnings. Ik heb nog een oude bekende gezien, Rostocks. Kent u Rostocks nog? Kwartaalresultaten. Hier. We gingen van 92 naar 71. Dat is ook een pandoering om u tegen te zeggen, maar dan zeer spectaculair. Kijk de dagen nadien van $71 naar $87. Zeer spectaculair herstel. Ik heb er ook ander gezien. Kent u deze nog? Dollar General. Wat gebeurde er met Dollar General? Kwartaalresultaten. Hier. We gingen van $195 naar $222. Dat waren kwartaalresultaten afgelopen donderdag. Spectaculair herstel. En dan nog een kleinere. Williamson, dat is in de home furnishings. Kijk hier, die zat ook echt wel in een dalende trend. En dan gap naar omhoog, u raadt het al, op. Uitstekende resultaten. Van 114 naar 130. Dus ik heb gezien dat Walmart en Target zich hebben mispakt aan de stijgende inflatie. Ik heb er andere gezien, Dollar General en Williamson, die werden beloond op uitstekende cijfers. Dus op zich Walmart, heel mooi bedrijf. Maar ze hebben het ja, niet goed aangepakt. Ik kan daar niet veel meer over zeggen. De cijfers die ik hier net heb gegeven, dit zegt wel alles. Het bedrijfsresultaat, dat kelderde. Bruto marges, die kelderden. Dus ja, dat was wel duidelijk. Kan je iets ondernemen tegen een gap die plots de stoploss voorbij schiet? Nee, als een aandeel, als je het in portefeuille hebt, de dag erna ze geven kwartaalresultaten, ze openen min 25%, ja, dan zit de kansloos. Dan kun je er niet nog ervoor uitgaan. Hadden we beter verkocht voor het bekendmaken van de resultaten? Wel, bij Target, bij Walmart zeker wel. Bij Williamson en Dollar General natuurlijk niet. Dus dat is altijd achteraf praten natuurlijk. Target heeft toch wel een heel mooi trackrecord. Dollar General natuurlijk ook. Sommigen die gaan zich indekken met opties. En waarom doen ze dat? Zeker ja, omdat met earnings
kan heel volatiel zijn. Zeker in volatiele, bijzonder zenuwachtige beurzen gaan sommigen zich indekken. Hadden we beter verkocht? Ja, je zult maar Dollar General of Williamson hebben verkocht, die dat dan naar boven schieten. Rostos donderde naar beneden, maar staat bijna terug op de koers van vlak voor de kwartaalresultaten. Dus ik merk gewoon heel veel zenuwachtigheid in de markt. Ik doe persoonlijk vrij weinig. Ik kijk eigenlijk toe. Men zegt wel eens, stel dat je wordt geschoren, blijf stilzitten als je wordt geschoren. Maar het is heel moeilijk. Je zou al bijna moeten daytraden. Dat doe ik iets wat ik zeker nooit doe. Maar het beweegt echt bijzonder zenuwachtig. We hadden de beste week in de Nasdaq, denk ik, sinds, wat was het, november 2020, dat ik een titel zag passeren. Dus heel veel zenuwachtigheden. Natuurlijk, de Dow had 7 opeenvolgende weken een weekverlies opgetekend. Meestal weet je dan 7-8 weken is toch vaak toch wel de limiet. En dan krijg je vaak toch wel een technisch herstel, waarop we achteraf natuurlijk terug naar beneden kunnen donderen. Kijk naar 2007, 2009. Hadden we ook april, mei 2008, waren heel goede beursmaanden. Dus het zijn bijzonder moeilijke tijden. Vooral die inflatie, dat is natuurlijk de grote hamvraag, zoals daarnet in het begin gezegd. Nu, bij Target, is dat een goed aandeel of niet? Wel, voor de trailing 12 months, after-tax return on invested capital was 25.3% versus 30.7% a year ago. Oorzaak, lagere winstgevendheid. Nu, de return on invested capital van 25%. Ik zag afgelopen vrijdagavond nog een heel mooi iets passeren op een forum over beleggers. En dat was van deze persoon. Een wijze persoon, Charlie Munger. En hij zei, over the long term, it's hard to find for a stock to earn a much better return than the business which underlies its earns. If a business earns 6% on capital over 40 years, you hold it for that 40 years, you're not going to make much difference than a 6% return. Even if you originally bought it at a huge discount. Maar, if a business earns 18% on a capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with one hell of a result. 18% invested return on invested capital. Wat hebben we bij Target? We zaten aan 30, nu aan 25%. Dus ik denk dat Target op de lange termijn een heel, heel mooi aandeel is. Nu natuurlijk, het vertrouwen van beleggers is ontgoocheld, dus op korte termijn kan het alle kanten uit. Op lange termijn, ik kijk graag naar 200-daags op de weekgrafiek. Als we dat bekijken, 200-daags SMA op de weekgrafiek voor Target. Hier botsen we erop, hier botsen we erop, hier botsen we erop, hier ook, hier ook. Hier gaan we eronder. 2017, zeer slecht jaar. En 2018, 20% correctie op de markten gaan we eronder. Hier botsen we erop. En nu zijn we er ook op gebotst. Natuurlijk gaan we naar een benenmarkt. Echt dat de S&P naar een benenmarkt gaat, gaat hij er los onder. Hè. Ik zie ook mooie bedrijven die fundamenteel top zijn, maar die al echt een jaar uit de gratie van beleggers zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een Logitech, zit ondertussen al onder dat 200-daags SMA. Op de weekgrafiek, dus niet op de daggrafiek. Op de daggrafiek is er sowieso ruim eronder. Hè. Dat is op de daggrafiek. Maar ik bekijk het dan op de weekgrafiek. Dus, kan interessant zijn op lange termijn, maar op korte termijn, het is wel sterk terug opgeveerd van 148 naar 167. Maar de schrik zal er bij beleggers wel wat in zitten voor het komende kwartaal. Daar ben ik wel zeker van. Omdat ze nu echt wel een bar slecht kwartaalresultaat hebben neergezet. Voilà. Ik denk dat ik hier alles van u heb gezegd, Erik.
Voilà, ik ben even naar de chat aan het kijken. Karel bedankt mij. Zegt mij dat het zeer duidelijk was. Ik heb mensen die op reis zijn. Goedenavond vanuit Zuid-Frankrijk, zegt Dirk mij. Leuk dat zelfs mensen op verlof blijven kijken. Vind ik heel, heel tof, Dirk. Walter zegt, wat denk je van Dollar General? Ik heb dat jaren in portefeuille gehad. Ik vind een mooi aandeel. Soms moet je wat keuzes maken, omdat ik altijd graag een bepaalde cashpositie hou. Durf ik dan wel eens een aandeel te liquideren om iets anders te kopen? Bij Dollar General, je ziet hier op 2 jaar dat de klad er wat in zit, natuurlijk. Hè. Voor corona was dat een fantastisch verhaal. Dan kwam corona, dan ging hij ook nog naar omhoog. Maar dan is inderdaad wel de klad er wat ingegaan. En ze hebben nu wel een heel sterk rapport neergezet. Dus zij pakken het, de veranderde situatie op de markten pakken zij wel goed aan. Maar ik heb ze zelf niet meer. Ik zie wel dat er relatief safety een beetje aan het dalen is. Nu, dat gebeurt wel bij meer bedrijven. Ik zie vooral dat de value aan het kelderen is. Veel bedrijven hebben een lagere value. Maar bij Target zien we toch nog zwaar ondergewaardeerd. Maar ze zijn beide de goede RS kwijt. Target is dan ondergewaardeerd. Ik heb zelf heel goede ervaringen met Dollar General, Walter, maar ik heb ze niet meer. Dus ik kan er ook niet zo heel veel over zeggen. Erwin zegt goedenavond vanuit Spanje. Oké, gaan we zo beginnen. Dat mag, hè. Als u zegt waar u zit, dan weet ik ook ineens dat ik jullie niet moet verwachten. Erwin en Walter op de komende workshops. Walter zegt, Mark zegt, kijk je dan naar 200-daags gemiddelde? Wel, Mark, ik kijk vooral naar 200-daags SMA. In stijgende beurzen, als aandelen daaronder gaan, in stijgende beurzen, op het daggrafiek dan, dat is een heel slecht teken. Als beurzen crashen, aandelen die echt heel lang alleen maar naar omhoog zijn gegaan, een Apple bijvoorbeeld, een United Health, een Accenture, dan durf ik wel eens kijken, oké, hebben die in het verleden wel op dat 200-daags SMA gebotst op de weekgrafiek, zoals u vermeldt, Mark. Dus dat is voor mij inderdaad, de daggrafiek mogen ze niet doorzakken bij stijgende beurzen. De weekgrafiek, 200-daags, kan interessant zijn als je wilt koopjes proberen te gaan vangen bij berenmarkten of bij zwaarcorrecties. Retail is doorgaans inflatiebestendig. Als inflatie een normaal percentage is, als dit niet zo hoog is als nu, dan gaat het te snel om dit doorgerekend te krijgen. Aldus mijn goede buurman David. Voilà. Goed. We gaan naar de volgende vraag. En dat is eigenlijk een weetje. Roland deelt mij dit. Ik heb hier iets wat ik misschien kan doorgegeven worden tijdens Vraag maar Raak. Het gaat over de recuperatie van de roerende voorheffing op dividenden. In België kan je tot €240 recupereren van de roerende voorheffing op de bruto dividenden tot maximum €800. Dat is dan toch 30%. Dat klopt inderdaad. Dat mag ook bij buitenlandse aandelen, inderdaad. Maar, zegt Roland, voor trekkers en beleggingsfondsen kan dat niet. Je kan op de website van Texon Web gaan kijken of gewoon googelen. Dus dit ter info. Ik heb eens gaan kijken en op de VFB-website stond een interessant artikel. Dit is de link. En dat stond bij, hè, dividenden uitgerekend in 2020. Dus wel een artikel van vorig jaar. Daar kan een bedrag worden vrijgesteld. U kan de afgetrokken roerende voorheffing via belastingsaangifte recupereren. Dat wisten we dan, maar dan staat erbij, ETF-beleggers worden dus een beetje benadeeld. Maar dat bevestigt dan eigenlijk hetgeen Roland me meldt. Hè. Persoonlijk zou ik altijd opteren, als je wilt gaan dividend beleggen, doe het bij aandelen, maar aandelen zijn fiscaal aantrekkelijker dan ETF's. ETF's, het voordeel van te spreiden. Nu, ik vind wel een ETF in mijn portefeuille op de S&P als benchmark om te vergelijken, oké, hoe doe ik mijn portefeuille ten opzichte van een ETF? Maar ik wil natuurlijk beter doen
Dat moet altijd het doel zijn, enfin, toch voor mij en ik denk voor de meeste abonnees. We proberen de index te kloppen. Dus ja, ik heb mijn dividenden van individuele aandelen. En niet zozeer via ETF's. Maar dat was zeker interessant, Roland. Absoluut bedankt voor uw berichtje. Jeroen mailt mij twee kleine vraagjes. Waarom is de Vectorvest Composite Price niet groen in de US in de color guard? Hoger dan de dag ervoor, hoger dan 5 dagen geleden. Ik dacht dat er enkel uitzonderingen waren voor relative timing en buy-to-sell ratio. Maar we gaan eens kijken en u heeft het eigenlijk over donderdag. Dus donderdag. Nee, u heeft het over vrijdag, sorry. U heeft het over vrijdag, inderdaad. Vrijdag hebben we een geel licht en desalniettemin is dit hier, vrijdag 27 mei, hoger dan 26 mei. Dat ziet u hier. Dat is ook duidelijk te merken. En vrijdag Vectorvest Composites ging liefst 2% hoger. Maar vrijdag 27 mei is ook, goed opgemerkt, hoger dan 20 mei. Toen hadden we $54,70, nu $57,68. Dus hoger dan gisteren, hoger dan 5 dagen geleden, dan moet er toch altijd een groen licht komen. Wel, dat is dus een van die uitzonderingen. We hebben uitzonderingen bij RT en buy-to-sell ratios. In mijn vorig journaal heb ik dat uitgebreid uitgelegd. Maar ook hier kan u een uitzondering hebben. En wat is dat? We zijn dan wel hoger dan gisteren, hoger dan 5 dagen geleden. Maar je kan nooit van een rood licht naar een groen licht gaan. Dus we vergelijken altijd met 5 dagen geleden. 5 dagen geleden hadden we een rood licht. Dus we kunnen hier 5 dagen later geen groen licht krijgen. Dat betekent dat op dinsdag 31 mei gaan we vergelijken met dinsdag 24 mei. Stel dat we dinsdag ook hoger zijn dan maandag en dan die dinsdag ervoor, toch gaan we dan geen groen licht krijgen, want op 24 mei hadden we een rood licht en we kunnen van 24 mei op 31 mei nooit naar een groen licht gaan. Dus dat is de enigste reden. Dus dat was zeer goed van opgemerkt van u, Jeroen. En dan, er zijn 4 voorwaarden voor een buy, waaronder een VST hoger dan 1. De laatste relative safeties die ik vind zijn 0,4. Dus deze aandelen kunnen heel moeilijk op buy springen. Wel, we gaan eens eentje zoeken. Hè. Geef me alle aandelen met RS'en lager dan 0,5 bijvoorbeeld. Relative safety lager dan 0,5. En toch zie je een aantal buys. En hoe komt dat? Ja, oké. Misschien de volgende pakken die al iets langer beursgenoteerd is. Aandelen kunnen op buy springen. 4 voorwaarden. De RT moet hoger zijn dan 1. Moment, ik ga even Dateline nemen. Dateline hier, dan kan ik mijn muis vrij bewegen, want hier hebben we een buy gekregen. RT hoger dan 1 is in orde. VST moet hoger zijn dan 1 is in orde. Koers moet hoger zijn dan de stoploss is in orde, dat zie je hier. En de koers moet sterker stijgen dan de stoploss. Wel, hier zie je koers $2,35, stop $1,92. De dag daarna gaan we van $2,35 naar $2,64. Dus dat is een stijging van 29 cent. Terwijl de stoploss stijgt van 1,92 naar 2,03. Die stijgt met slechts 11 cent. Koers stijgt sneller dan de stoploss. Dus aandelen met bijzonder lage relative safeties, ook die kunnen op buy springen, maar de VST moet altijd hoger zijn dan 1. Ja, als je al een zwakke RV hebt, een zwakke RS, dan moet dat momentum al bijzonder hoog zijn voor dat de VST, hier hebben we een momentum van 1,79. Het momentum moet enorm hoog zijn eer dat je die VST dan boven de 1 krijgt. Dus het klopt wat u zegt. Aandelen met een lage RS die kunnen op buy springen, maar het gaat veel moeilijker gaan. Ze moeten echt wel een
gigantisch hoog momentum hebben. Andersom, United held staat op hold. Aan welke voorwaarden is niet voldaan? Beweging stoplos, inderdaad. United held voldoet aan alle voorwaarden op eentje na. En wat zijn de voorwaarden? 1. RT boven de 1 is in orde. VST boven de 1 is in orde. Koers 507 is hoger dan de stoplos, is in orde. Maar dan de vierde voorwaarde is, koers moet sterker stijgen als de stoplos. En daar is nog wat werk aan. Dus hier stond de buy, maar dan zie je, de koers daalt sterker dan de stop. Hij blijft dan op hold. En ik verwacht, als ze morgen nog een jump maakt, want de RT zit ondertussen boven de 1, als ze morgen nog een jump maakt, dat hem wel eens op buy zou kunnen springen. Dus dat de koers sterker stijgt dan de stoplos. Dus dat is inderdaad de vierde voorwaarde. Ik denk dat er voor de rest niemand meer op vakantie is, want ik heb er niks meer in de chatbox. Okay. Dan, van Francis, nog een mail. Is het volgende eigenlijk te programmeren in de Unisearch? En het was wel de moeite. Ik heb even moeten twee keer goed lezen. 3 opeenvolgende stijgende groene candles. Dat betekent, gisteren moet hoger zijn dan eergisteren. Eergisteren moet hoger zijn dan 3 dagen ervoor. 3 dagen geleden moet hoger zijn dan 4 dagen ervoor. Dat is wel te doen. Maar dan, de derde groene candle, het sluit onder de low van de derde groene candle. Dus, wat heb ik eruit afgeleid? Dat is het volgende. De openingskoers vandaag moet hoger zijn dan de slotkoers van gisteren. Maar de slotkoers van vandaag moet lager zijn dan gisteren. Dus opnieuw, openingskoers van vandaag, van vrijdag, hoger dan de slotkoers van donderdag. Maar de slotkoers van vrijdag moet lager zijn dan de slotkoers van donderdag. En de 3 dagen ervoor telkens een hogere slotkoers dan de dag ervoor. We gaan dat eens programmeren. We gaan naar de Unisearch. New Search. Ik wil dus aandelen die op vrijdag, de openingskoers op vrijdag, moet hoger zijn dan de slotkoers van donderdag. Hoe doen we dat? Stock, price en dan open. Days open. Dus dit is de openingskoers van vrijdag. Moet hoger zijn dan de slotkoers van donderdag. Hoger dan? En bij value kies je custom date en value. Want we gaan altijd verwijzen naar de dag ervoor. Dus custom date en value kiest u. Choose date. One day ago. Choose value. De slotkoers. Wat wordt dat? Stocks. Price. Price split adjusted. Klik op OK. Wat heb ik hier gezet? De koers moet hoger zijn dan de slotkoers van gisteren. Straks, als we de grafiek tevoorschijn, als we de search laten lopen, we openen de grafieken, dan gaat dat duidelijk worden. Dan, de slotkoers van vrijdag moet lager zijn dan de slotkoers van donderdag. Dus, slotkoers vrijdag lager dan de slotkoers van donderdag. Donderdag moeten we terugwerken met die one day ago. Custom date and value. En dan ga je altijd 1 dag eerder. Voilà. Dan op donderdag moet de koers hoger zijn gegaan dan op woensdag. Dus donderdag, dat betekent one day ago, moet de koers hoger zijn gegaan dan op woensdag. Dan nemen we custom date en value. Bij date gaan we 2 days ago nemen. En bij value gaan we de koers nemen. Wat zeg ik hier? De koers op donderdag moet hoger zijn dan de koers op woensdag. Maar dan, op woensdag, moet de koers hoger zijn dan dinsdag.
altijd hetzelfde, custom date and value. 3 days ago. The price. En dan tot slot, 3 dagen geleden. Moet de koers hoger zijn gegaan dan 4 dagen geleden. Dus op woensdag. Wacht, hè. Ik moet even kijken. Dit is vrijdag. Dit is donderdag. Dit is woensdag. Dit is dinsdag. Op dinsdag moet de koers hoger zijn gegaan dan op maandag. Op woensdag moeten we ook een groene candle hebben. Want eigenlijk daar willen we naartoe. We willen een groene candle op dinsdag. Hoe krijgen we die? Wel, de koers moet hoger zijn dan de dag ervoor. Op woensdag willen we ook een groene candle. 2 days ago, woensdag, koers hoger dan dinsdag. 1 day ago, donderdag, willen we ook een groene candle. De koers moet dan hoger zijn gegaan dan de dag ervoor. Maar op vrijdag moet de openingskoers hoger zijn dan de slotkoers van donderdag. Maar op vrijdag wil ik een rode candle. De slotkoers is lager dan de koers op donderdag. Ik hoop dat ik het goed heb geprogrammeerd. Ik ben er wel zeker van. En we gaan eens kijken naar de grafieken. Ik zet het op 3 maand. En wat wil ik dan? Ik wil op vrijdag een rode candle, op donderdag een groene, op woensdag een groene, op dinsdag een groene. Maar, dus dat ga je zien, dat is een constante. 3 groene en een rode. Goed kijken. 3 groene, een rode. 3 groene, een rode. 3 groene, een rode. Maar wat is er bijzonder? Vrijdag een rode, maar de openingskoers moet hoger zijn dan de slotkoers op donderdag. Vrijdag openingskoers $3,55, hoger dan de slotkoers op donderdag $3,52. We gaan eens naar de rest kijken. Vrijdag openingskoers $24,50, hoger dan $24,25. Dus we hebben wel een rode candle, maar we hebben wel een hogere opening dan de dag ervoor. Vrijdag openingskoers $19,22 is hoger dan $19,20. En hier op vrijdag openings $19,75, hoger dan $19,48. Dus Francis, het was even 2 keer goed kijken, maar we hebben dat toch voor elkaar gekregen. U wou 3 groene candles op donderdag, op woensdag en op dinsdag. Op vrijdag wou u een rode candle, maar de openingskoers moest hoger zijn dan de slotkoers van donderdag. Vivian zegt dat morgen Amerika niet open is. Groeten vanuit Spanje. Ik weet inderdaad, Vivian, dat u gaat... Ja, ik zeg altijd overwinteren, maar blijkbaar dus in de lente ook. Veel plezier daar. En Roger zegt, we zijn in Albertville. Dus Roger, ik vrees dat ik u dan woensdag ook niet ga zien in Gent. Ik merk het wel, zin, dat er veel van mijn vaste bezoekers deze maand met vakantie zijn. Veel plezier alvast. Ik heb nog geen vakantie, dat is wel heel duidelijk. Hè? Dit is morgen vertoeven we ons in Kortrijk. Woensdag gaan we naar Gent. Donderdag gaan we naar Brugge. En vrijdag gaan we naar Londerzeel. Het zijn de laatste workshops voor de zomerbreak. Als u in de buurt bent, ik zou zeggen, kom zeker af. Want dan is het tot in het najaar. De webinars, dat blijft wel duren, ook... Komende weken nog heel druk voor mij, daarna wordt het wel een stukje kalmer, dat ziet u hier. Komende zondag is er de online workshop livestream, dat is wel om 9:30 's morgens, dat betekent op zondagavond geen webinar. Dus voor de mensen, ik weet niet dat je in de meerderheid bent, dat durf ik te betwijfelen, maar de mensen die in het buitenland vertoeven, die toch graag de workshop volgen, komende zondag om 9:30 's morgens, maar u kan het natuurlijk ook altijd achteraf herbekijken. Mensen die
de workshop bijwonen of de online workshop bekijken, die ontvangen achteraf altijd de slides. De zondag daarop is er mijn journaal, dat is dus binnen 2 weken. En de zondag daarop, binnen 3 weken, is er de volgende ter zake met Vectovist, vraag maar raak. Dan is er een beetje een break voor mij. In de zomermaanden, traditioneel, heb ik altijd veel minder webinars. Dus dan is mijn volgende webinar 31 juli. Dat is terug een Q&A met mezelf natuurlijk. Die weken daartussen gaat u mijn collega Susan horen. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Al uw reacties zijn, zoals steeds, ten allen tijde welkom op het mailadres belgium@vectovist.com. Ik wens u een fijne voortzetting van deze zondagavond en heel graag tot de volgende keer.